Stasja Kotic 2-0 tegen KV Oostende. Gepakt op efficiëntie vandaag misschien? Ja, misschien wel. Ik denk dat we, ja, we gaan twee heel stomme golen binnenkrijgen. Maar we de man niet volgen. En ja, staat hij weer 2-0 achter en dan is het moeilijk. En dan, ja, dwing je nog kansen af, maar ja, maakt ze niet af. En dan is het, ja, moeilijk om nog iets te rapen. Ja. Ja, die efficiëntie, dat blijft toch wel een beetje de rode draad in ons seizoen, dat we het daar toch wel moeilijk mee hebben. Ja, denk ik ook. Maar ja, we moeten blijven proberen. Het goede is dat we al die kansen hebben, dus daar hoort er ook eens bij. En nu, ja, de volgende stap moet zijn dat we die ook eens eindelijk afmaken. En ja, we moeten blijven werken en proberen dat we dat heel snel kunnen verbeteren. Omdat, ja, zo wordt het moeilijk om nog iets te pakken. Ja, om nog iets te pakken, mogen we onze play-off 1-droom opbergen of is daar nog te vroeg voor? Ik weet niet hoe de andere standen zijn, maar ik denk, ja, nu wordt het, ja, heel, heel moeilijk. Ik denk dat het bijna niet meer realistisch is om iets te halen. Dus we moeten gewoon zien dat we nu de laatste twee wedstrijden nog fatsoenlijk kunnen spelen en een goede uitslag kunnen halen. En ja, dan gaan we zien. Maar in play-off 2 zijn er natuurlijk ook nog wel mooie kansen. Ja, natuurlijk, maar ik denk dat je had de ultieme kans om play-off 1 te halen. Je hebt daar lang in gestaan en ja, het is toch wel dan een beetje frustrerend dat ze zo lang meegedaan hebt en dat misschien op het laatste uit handen geeft.